Ik ben mijn hele leven op zoek geweest naar antwoorden op de vragen: wie ben ik, wat wil ik, waarom ben ik hier en wat is de zin van het leven? Ik vond dat altijd heel erg ingewikkeld. In 2002, op mijn 32e, kreeg ik een burn-out. En dat beschrijf ik vaak aan de hand van een metafoor en die komt uit de MBTI. Als je geboren wordt, dan ben je, nou, in mijn geval, van nature rechtshandig. En als je dan klein bent, dan ga je wat experimenteren met knippen, plakken, kleuren, schrijven. En ineens ontdek je, ja, met rechts gaat dat toch wel heel erg gemakkelijk. Omdat dat van nature bij je past. Dat gaat vanzelf, hè? Dat zit al in je. En dan kun je op een gegeven moment in je leven besluiten, ik ga met links schrijven. En als je dan maar volhoudt, niet opgeeft, doorzet, niet klaagt, dan kun je op een gegeven moment heel goed met links schrijven. Misschien wel net zo goed als met rechts. En toch zal met links altijd meer energie kosten dan met rechts, omdat rechts, ja, van nature beter bij je past. Nou, dat is een hele mooie metafoor voor mijn leven, want ik heb heel erg mijn best gedaan om met links te schrijven. En uiteindelijk heeft me dat zoveel energie gekost dat ik op mijn 32e een burn-out kreeg. Die burn-out was voor mij wel een wake-up call, want ik wist op dat moment totaal niet meer wie ben ik en wat wil ik. En toen ben ik NLP tegengekomen en die heeft mij wel heel veel stappen vooruit geholpen. En ik ontdekte dat ik het trainen en coachen heel erg leuk vind. En ik vind het ontzettend leuk om mijn kennis en ervaring te delen en ja, mensen te helpen in hun persoonlijke en spirituele ontwikkeling. En daarom ben ik in 2005 mijn eigen bedrijf gestart als trainer en coach. En inmiddels heb ik al meer dan 5000 mensen begeleid. En wat ik daarin het allerleukste vind, is dat ze zichzelf weer terugvinden. Dat ze kunnen zijn wie ze werkelijk zijn. Dat ze hun volle potentieel leven en dit delen met de wereld. Want ik geloof echt dat je daarvoor bent bedoeld. Je hebt alles al in je. Het enige wat je tegenhoudt, dat zijn je oordelen over jezelf en de angsten om niet die volgende stap te zetten. En ik vind het ontzettend leuk om, ja, mensen die stap te laten zetten. En dat is ook de reden waarom ik mijn boek heb geschreven. Anders denken, anders voelen, anders doen. Want het begint echt met anders denken, waardoor je anders gaat voelen en waardoor je een ander effect gaat creëren. En al jaren zeggen mijn cursisten van: waarom ga je niet een boek schrijven? Nou, dat vond ik best wel heel erg spannend. Maar in 2015 heb ik toch de eerste stappen gezet. En daar vertel ik jullie in een volgend filmpje weer over. En ik maak van elk hoofdstuk een kort filmpje, zodat je een beetje weet waar mijn boek over gaat. En als je het leuk vindt, kun je ook op mijn website het eerste hoofdstuk gratis downloaden. Ik zie jullie graag de volgende keer. Hoi!